Hoi, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben vandaag bij mondmaskersfabriek in Arnhem en ik heb vandaag een interview. Wat was je naam? Johan Blom, van de mondmaskerfabriek. Dus welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel, leuk om te horen. Ik vind het ook leuk. Mooi. Ik vind het ook leuk, ja. Ja. Ik had begrepen dat je me wat vragen wilde stellen, dus... Ja, kom. Ik ben benieuwd. Ja. Hoe gaat het met jou? Nou, ik moet zeggen, ik heb net een weekje vakantie achter de rug. Dus met mij gaat het eigenlijk goed. Ik was een weekje naar Friesland. En samen met mijn vrouw. Nou, dat was gewoon heel gezellig. Lekker lui geweest, op vakantie geweest, even niks gedaan. Beetje lekker gegeten, beetje gewandeld, hard gelopen. Dus dat. Ja, eigenlijk. Cool. Ja. Gaat goed? Ja, gezellig. Ja, dankjewel. Ja. 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 Wat heb je allemaal bereikt en wat zou je nog meer willen bereiken? Zo, dat is een vraag. Wat heb ik allemaal al bereikt? Ik kan je een beetje vertellen wat ik gedaan heb. Zeg maar, ik heb eerst de middelbare school gedaan. Daarna heb ik fysiotherapie gestudeerd, maar dat heb ik niet afgemaakt. Want daar heb ik 4 jaar over gedaan, maar toen had ik het tweede jaar nog niet gehaald. Dus ik ben 2 keer blijven zitten. Dat was niet helemaal een groot succes. En daarna ben ik gaan werken. Eerst kopieermachines verkocht, daarna computers verkocht. En toen ben ik een tijdje gaan reizen. En daarna ben ik... mijn eigen bedrijf, ben ik eerst nog gaan werken bij een bedrijf dat verkocht machines, of zeg maar computersystemen waarbij je bij je telefoon kon intoetsen, kies 1 voor de assistent, kies 2 voor de administratie, kies 3 voor weet ik veel wat. Nou, en die systemen waren toen nog heel nieuw in Nederland, dus daar heb ik een tijdje gewerkt. En toen dacht ik, nou, ik ga een keer mijn eigen bedrijf starten. Toen ben ik een telecombedrijf gestart, waarbij je goedkoper kon bellen dan via PTT heette toen nog, en nu met KPN Telecom. En nadat ik dat gedaan heb, dat bedrijf heb ik toen verkocht. En daarna ben ik eerst bedrijven in problemen gaan helpen. En op een bepaald moment kwam ik Fleur tegen en Fleur had het idee om een mondmaskerfabriek te starten. Dat was aan het begin van de coronacrisis. En toen waren er tekort aan mondkapjes. En toen dachten we, hoe kunnen we dat nou helpen oplossen? En toen hebben we 2 machines gekocht in China. En die hebben we uitgeprobeerd eerst in de fabriek. En later hebben we er nog 6 bij gekocht. Ja. En dus zeg maar sinds begin 2020 maken we hier mondkapjes. Dus dat is een beetje wat ik gedaan heb eigenlijk in het kort. Dus geeft dat een beetje een beeld? Ja. Oké, mooi. Ja, mooi ja. Waar zou je over 5 jaar willen staan? Ik zou het wel heel leuk vinden als over 5 jaar hier we niet alleen mondkapjes maken, maar nog allerlei andere dingen. En dat hier ongeveer 100 mensen werken. Als dat zo is, dan ben ik echt, dan vind ik het geslaagd. Ja. Dus dat is de uitdaging voor ons. Ja. Ja. Dus dat zou ik ook 5 jaar willen. Ja, dat zou mooi zijn ook. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, want dan zeg maar, wat we steeds doen is zeg maar, mensen werken hier een tijdje. Het zijn zeg maar, de mensen die hier werken, die hebben een vluchtelingenachtergrond, dus die komen uit Syrië of Eritrea, Iran, Irak. En bij ons hebben ze eigenlijk hun eerste betaalde baan, in Nederland dan. En dan werken ze een tijdje bij ons. En na een tijdje dan, als hun Nederlands beter is en als ze weten hoe het is om in een Nederlands bedrijf te werken, dan zoeken we eigenlijk een plek waar ze goed passen. Weet je, zeg maar mensen die uit Syrië bijvoorbeeld, die hadden een baan in Syrië. Die hebben daar ervaring op gedaan. En dan gaan we zoeken naar een baan die past bij hen, maar dan in Nederland. Dus dat is wat we doen. En ik zou het mooi vinden als we dat steeds voor
een groep van 100 mensen kunnen doen. Dus, vandaar dat ik over 5 jaar graag wil dat het bedrijf groter is en 100 man is. Ja. Wat had je vroeger al willen worden? Heel eerlijk gezegd, ik wist vroeger nooit wat ik wilde worden. Ik had geen idee. Echt, helemaal geen idee. Dus ik ben eigenlijk een beetje erin gerold. Eerst dacht ik, nou ja, ik word fysiotherapeut. Maar ja, dat paste helemaal niet bij mij. Dus ik wist het eigenlijk nooit wat ik vroeger wilde worden. En ik ben er overal een beetje ingerold. En eigenlijk, dat is hier ook zo. Wie zou er nou over nadenken om een mondmaskerfabriek te starten? Nou, ikzelf niet, maar iemand heeft me gevraagd en dacht van ja, oké, laten we dat doen. Dus eerlijk gezegd, het is een beetje toeval. Oh, ja. Dus want had jij een heel duidelijk idee wat je wilde worden toen je jong was? Nee, ook niet eigenlijk. Nee. Toen ik heel klein was, wist ik het nog niet. Maar toen ik wat ouder werd, later, ouder dan 7 jaar, toen dacht ik wel van, ik vind de horeca wel leuk. Oh ja. Ja, ja. Klopt. Ja, heb ik dan als baan. En later, na een paar jaar, nadat ik wel wat veel ouder was, begon met vloggen. Dus een vlogger geworden. Ja, ja. Erbij. Ah, oké, okay. Ja. Ja. Nou, leuk. Ja. Ja. Net zoals jij, ik wist het in het begin echt ook niet. En later zelfs wist ik het ook nog niet. Dus een beetje toeval allemaal hoe het gelopen is. Ja, klopt. Ja. 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 De belangrijkste opvoeding, waarbij kinderen mag zijn, wat je de belangrijkste opvoeding vindt. Of, bedoel je zeg maar wat ik het belangrijkste vind om mijn kinderen mee te geven in de opvoeding? Ja, dat is waar. Oké, ja. Dat is het belangrijkste wat ik mijn kinderen wil meegeven is, wees gewoon wie je bent. Dat is helemaal super oké, want jullie zijn prachtige mensen. Dus ik denk dat ik dat als belangrijkste vind voor mijn kinderen. En ik hoop dat ik dat goed heb overgebracht, maar dat moet je ze zelf maar vragen. Dus dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Ja. Wat vind je van de coronamaatregelen? Ja, een heleboel dingen is wel versoepeld. En wat vind je er nog van of vond? Wij Nederlanders kunnen er niet zo goed tegen als wij dingen moeten of juist niet mogen. Maar ik vind eerlijk gezegd, het is een ontzettend lastige situatie geweest. En sommige dingen denk je van, nou, waarom heeft de overheid dat gedaan? Maar uiteindelijk denk ik wel, het is zo ingewikkeld. En vind ik eigenlijk wel dat de Nederlandse regering het best wel goed gedaan heeft. Het is hartstikke ingewikkeld. En gelukkig, zeg maar, worden nu alle regels weer soepeler. Zijn er bijna geen regels meer, dus nou, dat is heel erg lekker. Voor ons is dat wat jammer, hè, want zeg maar, nu zijn er minder mondkapjes nodig. Dus ja, dat is voor ons natuurlijk op dit moment jammer. Dus wij moeten ook zorgen dat we ook ander werk daarnaast hebben. En, blij dat dat we weer gewoon overal naartoe kunnen. Dat vind ik mooi. Ja. En ik moet zeggen, ik vind dat de Nederlandse regering het best wel oké heeft gedaan. Dus, wat vind jij? Ja, ik vind het ook wel dat ze het goed hebben gedaan. Alleen wel sommige maatregelen waren wel zwaar. Ja, die waren zeker zwaar, ja. Ja. Ja, zeker voor de horeca ook. Ja, dus, ook. Dat ben ik met je eens. Maar, het is ingewikkeld. Het is niet makkelijk, vind ik. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Wat willen jouw kinderen laten worden? Ik heb 2 kinderen. Eentje daarvan die werkt al. Die werkt als IT-projectmanager.
Dus zeg maar, die werkt nu, doet nu een project in een ziekenhuis. En daar worden alle, of alle, dat weet ik niet, maar heel veel van de computers die ze daar hebben staan, daar komen nieuwe voor. En zeg maar, ook nieuwe printers. En dat project, daar is hij bij betrokken. En mijn jongste dochter, of mijn dochter die studeert nog. En zeg maar, ze studeert pedagogische wetenschappen. Dat is een ingewikkeld woord voor. Ja, ze wil het liefste laten kinderen begeleiden die echt diep in de problemen zitten. Ja. Dus dat vindt zij mooi. Dus dat is eigenlijk wat zij gaat worden. Maar zij moet nog 2 jaar studeren. Netjes. Ja. Dus, gaan zien. Dus, ja. Dus, ja. En dat past ook heel erg goed bij haar. Dat is wel heel leuk om te zien. Ja. Zij is echt een, vind ik, wijs voor haar leeftijd. Ja. Ja, dus dat. Ja. Wie is jouw grootste idool? Ja, ik zag die vraag. Eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel echte. Of ik heb niet echt een idool. Er zijn een paar mensen die ik echt wel op een bepaalde manier bewonder. Dat zijn in eerste instantie eigenlijk niet zulke bekende mensen. Maar in de muziek zijn er twee mensen. Zeg maar, ik vind de zanger van Coldplay. Dat vind ik wel een interessante man. En de zanger van U2, Bono, vind ik ook wel een interessante man om te volgen. En, maar voor de rest kan ik niet zo goed bedenken. Ik heb niet echt... Echt een idolo of zoiets, waarvan ik denk, mensen die ik bewonder, zoals bisschop Tutu uit Zuid-Afrika, dat vond ik echt een indrukwekkende persoon. Maar ik vind het een lastige vraag, dus ik heb ook niet een heel goed antwoord. Er is niet één iemand die ik echt, dat echt mijn idool is. Heb jij die wel? Nee, geef niet. Ja, ik, goede vraag. Ja. Het is lastig, hè? Ja, dat wel, ja. Lastig. Ja. Boefel en... Ja, en die rappers. En Broederliefde. En, mm-hmm. Dat soort dingen. En verder... Ja. Dat zijn wel mijn ideeën. Ja, oké. Okay. Ja, leuk. Ja, verder alle bekende mensen. Ja, oké. Cool. Waar word je blij van als je chagrijnig bent? Waar word ik blij van? Door iets leuks met mijn vrouw of met mijn kinderen te doen. Daar word ik wel blij van. Of met mijn vrienden. Door iets leuks te doen. Met ze uit eten te gaan. Of weet ik veel wat. Gezellig bij te kletsen. Daar word ik echt vrolijk van en blij van. Ja. Ja. Dus, ik denk dat dat ding... Ja, ik ben niet zo snel chagrijnig. Maar als ik iets minder blij ben, dan zijn dat wel de dingen waar ik echt blij van word. Even een goed gesprek met vrienden. Of lekker eten. Gezellig samen met ze eten. Of... iets met mijn kinderen doen. Ja, dat. Ja. Gezellig. Ja. Ja. Welke opleidingen heb je gevolgd voordat je ondernemer werd van Maskersfabriek? Ja. Arnhem? Nou, eigenlijk niet zoveel. Of tenminste, eerst de basisschool, toen de middelbare school. Daarna wat ik vertelde, fysiotherapie, maar die heb ik niet afgemaakt. En dat was het eigenlijk wel. Dus dat. En toen ben ik gaan werken. Ja. En na een paar verschillende banen uiteindelijk hier terechtgekomen. Ja. Ja. Dus dat. Ja. Ja. Ik heb niet zo heel veel opleidingen gedaan. Ja. En jij? Ja. Nee, ik heb... Ik heb ook geen ik was wel naar school geweest, mm-hmm. maar ik heb nog geen opleiding, maar
zou het wel willen doen. Mm-hmm. En dan een diploma willen halen. Ah ja. Ja. Maar voor de horeca of iets heel anders? Ja, voor de horeca lijkt me wel leuk. Mm-hmm. En ja, ik denk dat wel, ja. En anders diploma misschien voor iets van ja, automonteur of zo. Ja, ja. Ja, of ik denk ja, dat soort beroepen wel. Ja. Of horeca vind ik wel het leukste, ja. Oh ja, ja. 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 Ben je handig met auto's? Of, Nou, een klein beetje, maar nog niet echt handig. Niet helemaal. Oké, ja. En jij? Ik ben helemaal niet handig. Echt helemaal niet. Zeg maar, ik kan net een schroef in de muur draaien. Dus, nou, dat is niet helemaal waar, maar zeg maar. Maar ja. Ja, in die zin lijk ik wel een beetje op mijn vader. Mijn vader die liet voor alles een timmerman of een loodgieter komen. Die deed ook nooit wat zelf. En zo ben ik zelf ook wel een beetje. Ik ben niet zo technisch. Nee. Dus, dat. Ja. Heb je voordat je ondernemer werd nog andere baantjes gehad? Ja, zeg maar, ik ben dus begonnen als verkoper van kopieermachines. Ja. Dat was mijn eerste baan. En daarna zeg maar ook computers. En daarna van die voice response systemen, zeg maar die systemen die je voor de telefoon hoort en waarbij je een keuzemenuutje krijgt van kies 1 voor dit, kies 2 voor dat. Ja. En daarna ben ik voor mezelf begonnen, zeg maar om goedkoper bellen aan te bieden voor bedrijven. En daarna wat ik zei, zeg maar, was eigenlijk mijn baan om bedrijven in problemen te helpen. En ze uit de problemen te krijgen. Dus dat is wat ik gedaan heb voordat ik hier terecht kwam. Ja. Dus dat eigenlijk. Dat is mijn carrière in het kort. Ja. 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 Allemaal leuke avonturen. Ja, dus, dat zie ik. Ja. En dit is ook weer een heel leuk avontuur. Een spannend avontuur. Ja. Ja. Klopt. Ja. 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 Op welke doelgroep richt je het meest? Wij richten ons nu eigenlijk het meeste op tandartsen. Tandartsen moeten altijd een mondkapje hebben. In hun werk en mondhygiënisten ook eigenlijk. En, dus daar richten we ons het meest op. En voor de rest ziekenhuizen. Dat zijn eigenlijk de groepen waar we ons op richten. Ja. En in ziekenhuis is natuurlijk een chirurg. Die mondkapjes die wij maken. Je ziet ze ook al eens als je op tv een documentaire ziet van een operatiekamer. En je ziet die mensen allemaal met de mondkapjes. Nou, dat zijn de mondkapjes die wij ook maken. Maar ook als je naar je tandarts gaat. De meeste tandartsen dragen hetzelfde type mondkapje als wat wij maken. Ja. Dat is onze doelgroep. En zeg maar, toen tijdens corona was iedereen natuurlijk onze doelgroep, want toen verkochten we ook onze mondkapjes aan de Albert Heijn. Ja. En kon je ook bij Albert Heijn onze mondkapjes kopen. Ja. Dus, ja. Maar zeg maar, nu corona voorbij is, zeg maar, zijn het echt wel tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, zorg en ziekenhuizen. Dat is onze doelgroep. Ja. Wat vind je het allerbelangrijkste aan een medewerker? Het allerbelangrijkste. Dat is een goede vraag. Ik kan niet echt één ding noemen wat ik het allerbelangrijkste vind. Ik vind het belangrijkste, zeg maar, dat iemand goed omgaat met zijn collega's, eerlijk is en zijn best doet.
En of je dan fouten maakt of niet, dat is niet zo belangrijk. Iedereen maakt fouten. Maar ik denk dat die drie dingen, dat je zeg maar, zorgt dat je het goed hebt met je collega's. En eerlijk bent en gewoon voor de rest je best doet. Die drie dingen. Ja. Ik kan niet zeggen welke ik het belangrijkste vind. Dat is lastig. Nee, stop. Ja. Nee. Met wie je voor het laatst heel erg moest lachen met collega's? Zeg maar, waarom we heel erg gelachen hebben? Ja, dat mag wel, ja. Waarom? En wie dat was, zeg maar. Nou, dat waren een paar collega's eigenlijk. Het klinkt heel plat, maar heel eerlijk gezegd. Er vroeg een keer iemand of als je onze machines iets zou aanpassen, of je er ook maandverband mee kon maken. En daar hebben we toen echt. Dat is helemaal geen slecht idee. Nee. Maar we hebben er ongelooflijk veel pret over gehad. om daarover na te denken. Ja. En hoe je dat. Wat je daarmee kan doen. Dus dan krijg je niet meer de mondmaskerfabriek, maar een maandverbandfabriek. Maar daar hebben we ontzettend over lopen lachen. Maar het idee was echt helemaal niet eens zo'n gek idee. Het was voor zeg maar een land in Afrika, waar ze eigenlijk helemaal geen maandverband hebben. Dus de vraag was helemaal geen slechte vraag. Maar daar hebben we voor de rest wel echt heel veel pret over gehad. Dus dat was ontzettend lachen. Nee. Ja. Wie is het belangrijkste persoon waar je echt om geeft? Poeh, dat zijn mijn vrouw en mijn kinderen. Dat is wel helder. Heel simpel. Mijn vrouw en mijn kinderen. Dat geef ik het meestal. En dan komen mijn broers en mijn zussen en mijn vrienden. Helemaal bovenaan. Dat zijn mijn vrouw en mijn kinderen. Ja. Welke veiligheidsvoorschriften pas je toe in jouw bedrijf? Je ziet die hekken om de machine staan. Hè? Eigenlijk als de machines draaien, dan mogen er geen mensen bij. Eigenlijk, want zeg maar, je kan, als er iets niet helemaal goed gaat, kan je met je hand even snel in de machine proberen het op te lossen. Maar dan loop je een risico dat je je hand beschadigt. Ja. Dus een van de belangrijkste dingen die we hebben gedaan is, zeg maar, de machine draait en op het moment dat er een storing is, dan stopt die of vanzelf of je drukt op een knop. En dan moet je echt met een sleutel zo'n hok openmaken. Dan kan je naar binnen en de dingen aanpassen. En pas als je zeg maar het hok weer op slot hebt gedaan, kan je hem ook weer aanzetten, de machine. Dus dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen die we hebben gedaan om de veiligheid te zorgen dat het veilig is om mee te werken. Want zeg maar, die mondkapjes worden gemaakt en dan worden eigenlijk die oorlusjes eraan gemaakt. En dat gaat best wel met een klap. En daar moet je gewoon met je handen eigenlijk niet tussen zitten. Nee. Dus dat is wel een van de belangrijkste dingen die we, zeg maar, die we qua veiligheid gedaan hebben. Ja. Wat brengt jouw baan voor taken met zich mee? Het eerste is met John en Fleur plannen maken over oké, wat willen we doen in de komende tijd, hè? Zeg maar in de komende maanden, maar ook in de komende jaren. Hoe groot willen we worden, zeg maar, hoe willen we dat doen? Dus het eerste is plannen maken. Het tweede voor mijn taak is zeg maar verkoop van onze mondkapjes aan tandartsen en ziekenhuizen en andere instellingen. Dat is mijn tweede ding. En het derde is een belangrijke taak, zeg maar, de hele financiële administratie. Van oké, hoeveel hebben we verkocht? Wat hebben we erop verdiend? Hoeveel kosten hebben we gemaakt?
daar mooie overzichten van maken, zodat je kunt zien, oké, hoe hebben we het nou eigenlijk gedaan met z'n allen? En die met elkaar bespreken. En voor de rest heb ik een heleboel losse taakjes van allerlei dingen. Zoals bijvoorbeeld een interview met jou. Ja, leuk. Ja, nee. Het is echt een mooie combinatie van taken. Ja, ik heb echt gewoon echt een hele leuke baan. Ja. 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 Wat was de leukste baan die je hebt gehad? Poeh, dat vind ik wel een lastige. Ik denk dat de leukste baan die ik heb gehad is wel, zeg maar, toen ik voor het eerst een eigen bedrijf startte. En dat is denk ik wel het leukste baan. Ja, dat is, zeg maar, ik heb toen een bedrijf gestart, zeg maar, in de telefonie, weet je, om te concurreren met KPN Telecom. En dat was echt een heel avontuur. Dat was voor het eerst eigenlijk dat ik zelf als ondernemer aan de slag ging. En weet je, dan kom je van allerlei dingen tegen waar je nog nooit over hebt nagedacht. En dat vond ik eigenlijk wel het leukste. En we hadden ook een heel leuk team van mensen. Dus daar kijk ik echt met heel veel plezier op terug. Ja, maar de meeste banen zijn wel erg, of tenminste de meeste dingen die ik gedaan heb zijn wel erg leuk. Dus, ik vind het lastig kiezen, maar die is wel, dat is wel degene die als eerste in mijn hoofd opkomt. Nee. Ja. Ja, en hoe lang heb je dat gedaan? Dat heb toen, even nadenken, 4 jaar gedaan. Ja. Ja. En toen, in 4 jaar heb ik het eigenlijk opgebouwd. En toen heb ik het verkocht en daarna ben ik op vakantie gegaan. Ja. Ja, en voor een half jaar of zo, iets langer zelfs, 9 maanden. Ja. Dat was heel lekker. Ja, lekker. Ja, dat was wel, ik was wel een beetje moe na die tijd, maar 4 jaar. Ja. En bij de andere banen, hoe lang had je dat gedaan? Oh, zeg maar, dat wisselde. Ik denk dat die verkoop van die kopieermachines, dat is iets van 4 jaar geweest, denk ik. En daarna die systemen, die voice response systemen, dat zal ook wel iets van 4, 5 jaar geweest zijn. Meestal werk ik ergens 4, 5 jaar en dan vind ik het leuk om weer naar een ander avontuur te kijken. Ja. Dus, Heb je veel plezier in jouw werk? Wat zijn de positieve kanten? Nou, ik heb heel veel plezier in mijn werk. Positieve kanten vind ik mijn collega's. Ik vind dat ik erg leuke collega's heb. Echt hele leuke collega's. En tegelijkertijd, de leuke kant is de uitdaging van het avontuur. Weet je, zeg maar, we zijn in een hele moeilijke periode. We hebben heel snel dit bedrijf gestart. Zijn we echt heel snel motkapjes gaan maken. En nu zitten we in een andere fase. Moeten we weer nadenken van, hey, we hebben minder mondkapjes nodig nu. Nou, wat kunnen we dan nu maken waar in Nederland mensen behoefte aan hebben? Maar die er nu nog niet zijn. Of, weet je, het is echt wel een uitdaging. Dus zeg maar de mensen en de uitdaging samen, het avontuur. Dus dat vind ik de twee leukste dingen. Ja. Ja. Waar kijk je naar als je personeel wilt aannemen? Dat is een goede vraag. Het belangrijkste is persoonlijkheid, denk ik. Zeg maar, vind ik het een leuk persoon en past die bij ons als bedrijf, hè, in het team. Dat is denk ik als eerste. En vervolgens, dan moet je kijken van oké, wat gaat die persoon doen? En denk je dat die het ook kan. Weet je? Dus dan ga je kijken van oké, probeer je zo goed mogelijk uit te vragen van oké, waar heb je vroeger gewerkt, wat heb je daar geleerd. En, maar het belangrijkste vind ik wel van oké, wie ben je als mens en pas je dan goed bij ons
of was je niet? Dus daar kijk ik het meest naar. Ja. Hoeveel zaken wil je er nog bij in Nederland? Nou, ik vind op dit moment één voldoende hoor. Dus, ja, als je het niet erg vindt, vind ik eentje vind ik wel oké. Nee, ik vind die echt. Nee. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Nee, zeg maar, dit is druk genoeg. En, nee, dus de mondmaskerfabriek is voorlopig even voldoende. Ja, snap ik. Ja. Daarna zien we wel weer. Ja, over een paar jaar. Ja. Klopt. Dus, ja, nu even op. Nu laten we het gewoon nog even alleen bij de mondmaskerfabriek. Ja. Ja. Top 3 grappigste personen uit, ja, mag uit Arnhem zijn, maar ook, waar woont u? Ja, ik woon zelf in de buurt van Hilversum, in Huizen woon ik. Ja. De top 3 grappigste personen. Ja. Jeepje. Goh. Nou, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag, zeg. Top 3 grappigste. Ik, het enige die me te binnen schieten zijn cabaretiers. Maar, of, zeg maar, moet het bekende Nederlanders zijn? Of mag, maar... ja, mag wel. Ja, dat mag wel, ja. En iemand uit je woonplaats. Maar ik, ja, iemand, bekende mensen mag het ook wel zijn, ja. Wat je het ja, fijnst vindt. Ja. Ja, de grappigste personen. Jeetje, het enige, zeg maar, ik zou het niet zo goed kunnen zeggen. Er zijn twee, er is één vloggroep, dat zijn drie mannen. Die vind ik heel grappig. En de andere is een vloggroep, dat zijn twee mannen. Het zijn allebei Engelstalig. Die Engelstalig heette Josh en... Wup, nog eentje. Ik kan er nu niet eens op komen. Die kijk ik nog wel eens. En ja, die kunnen echt heel grappig zijn. Voor de rest vind ik het heel lastig om te bedenken eigenlijk. Ja. Dus, die vraag kan ik niet goed beantwoorden helaas. Nee. Ja. Maar die twee vloggen, die, ja, ik weet die groep van die drie mannen, weet ik niet eens hoe ze heten, maar ze zijn heel grappig. Nee. Dus, ja, hey, sorry. Nee, geef niet. Heb ik geen beter antwoord op. Nee. Noem 3 goede eigenschappen van collega's. Oh, oké. Okay. Nou, dan noem ik er eentje van Fleur. Fleur is echt heel avontuurlijk. Weet je, en ja, die heeft zeg maar een groot hart voor mensen. Dat is heel mooi. En nou, John is, heeft ook zeg maar een groot hart voor mensen. Kan met een heleboel, met een team van een heleboel verschillende mensen, heeft hij zeg maar de productie hierop gezet. Dus dat vind ik dat hij dat heel goed doet. En nou, zal ik, als ik nog een andere collega noem, dat is Julie. Julie denkt heel diep na over allerlei dingen van het leven. En dat is altijd interessant. Dan kan je hele interessante gesprekken met haar hebben. En voor de rest is zij heel getalenteerd. Ze kan heel veel ja, verschillende dingen. Dus nou, dat... Dat is eigenlijk wel wat ik kan noemen. Ja. Ja. En hoe werken ze? De collega's of diegene die je opnoemde. Ja, wat een kracht zijn, zeg maar. Ja, hoe ze werken eigenlijk wel. Wat ze doen, bedoel je dagelijks? Ja, dat mag. Dat kan het wel zijn, ja. Wat ze doen. En qua bij werk, hoe ze dat doen, zeg maar. Qua hun ervaring en hoe jij dan denkt van, zo, dat is echt goed van diegene. Ja. Dat is
soort ervaring. Wat ik heel goed van Fleur vind, is als wij gevraagd worden voor op televisie of radio of zo, of bij een journalist, dan is dat doet zij meestal. En dat is natuurlijk best wel spannend, hè? Als je op televisie bent, op een nationale zender of op de radio, dan is dat best wel een uitdaging. Ja. En ik vind dat zij dat heel goed doet. Ja, dat zij weet de goede toon te vinden en ze is ook heel open en eerlijk in die interviews. Ja, ik vind dat ze dat echt heel knap doet. Ja. Waar John goed in is, is echt de fabriek in elkaar zetten. Weet je, van oké, wat heb je ervoor nodig? Welke machines heb je nodig? Hoe ga je controleren of ze het goed doen? Hoe vaak staan ze stil? Hoe komt het dat ze stilstaan en dat hele proces? En welke mensen heb ik nodig? En welke mensen zijn goed op een plek hier of ergens anders? Dus ik vind dat jij dat heel goed doet. En wat Julie heel goed doet, is je kan echt aan haar vragen van joh, we willen dat en dat gaan doen. En daar hebben we een stukje software voor nodig, maar ook weet ik wel iets anders. En dan kan je het echt tegen haar zeggen, nou wil jij dat uitzoeken? En dan gaat ze gewoon net zo lang zoeken tot ze de oplossing bedacht heeft. En dat doet ze heel goed. Ja. Dus dat. Ja, ik heb echt, en ik noem nu hun drieën, maar we hebben ook andere collega's hele leuke collega's zijn die echt heel getalenteerd zijn. Dus, ik zal ze niet allemaal bespreken. Oh. Anders wordt het heel laat vanavond. Oh ja, zo. Top 3 mooiste dames, wat bij jou opkomt, van jouw stad. Van mijn stad? Ja, van stad van werk, wat jij wilt, jouw feestje. De mooiste dame uit mijn dorp is mijn dochter. Ja. Jeetje, de mooiste dame. Nou, dat is een goede vraag, zeg. Jee. Dat vind ik een hele lastige vraag. Er is er niet één. Soms zie je wel eens filmsterren voorbij komen dat je denkt, dat is echt wel een hele knappe dame. Maar ik ben heel slecht in het onthouden van namen van filmsterren. Dus daar ben ik niet goed in die vraag. Dus ik kom niet verder als mijn dochter. Nee. Welke persoon laat jou het vaakst lachen? Op zaterdag ga ik altijd hardlopen met een vriend. Die heet Jan. En die laat mij het meeste lachen. Ja. Het is echt een, hij heeft echt een heel leuk gevoel voor humor. Dus, dat is Jan. Ja. Ja. Dat is mooi vet. Daar loop ik al meer dan 25 jaar hard mee. Ja. Dat is hem. Lang, hè? Ja, dat is lang, ja. 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 Als ik vragen mag, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, we hebben allebei fysiotherapie gestudeerd. Hij heeft het wel afgemaakt, ik niet. En we zijn altijd contact blijven houden. Dus op die manier eigenlijk. Ja. Ja. Dus, we kennen elkaar sinds we, 9, ik denk dat, ik was 19 denk ik, toen ik hem leerde kennen. Dus we kennen elkaar een behoorlijke tijd. Ja. Super, super mooi. Ja, maar hij is inderdaad, wat ik zei, met hem lach ik het meeste. Nee. Welke talen spreek je?
Nou, Engels is makkelijk. Ja, dat spreek ik oké. Duits kan ik heel goed verstaan, maar spreken is wel meteen een stuk lastiger. En Frans kan ik en niet zo goed verstaan en niet zo goed spreken, maar ik kan er een beetje wijs uit worden. En daarna houdt het wel heel snel op. Ja. Dus dat zijn de talen. Ja, ja. Mooie taal. Zeker. Ja. 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 Dan spreek jij behalve Nederlands nog een andere taal? Ja, Turks. Ja, ja. Ja, mijn ouders komen uit Turkije en die wonen al meer dan 30 jaar in Nederland. Ja, ja. En, maar ik ben wel in Nederland geboren in Velle. Ja, ja. Zie je vlakbij. Ja, klopt, ja. In het ziekenhuis. Hm. Met de Nederlandse taal ben ik wel mee opgegroeid. Turks me ook wel aangeleerd. Ja. Ik kan twee talen wel. Oké. Ja. En Engels ook wel een beetje. Mm-hmm. Maar nog niet vloeiend. Ja, ja. Maar ik zou het wel nog beter willen leren. Ja, dat heb ik wel met Frans. Dat zou ik vind Frans een hele mooie taal. Dat zou ik best wel beter willen leren spreken, maar het is wel een beetje ingewikkeld. Je moet er even tijd voor maken. Ja, klopt. Een moeilijke taal. Ik heb een tijdje Arabisch gedaan. Dat vond ik echt een moeilijke taal. Ja. Tjeetje, dat is echt super moeilijk. Dus ik dacht van, laat ik mijn best eens doen om wat Arabisch te leren. En we hebben best wel redelijk fanatiek gedaan. Maar het is ook wel echt verschrikkelijk hoe snel dat slijt. Dus dat je dat vergeet. Ja, Ja. Maar er is dus eigenlijk maar één taal behalve Nederlands. Ja, Engels kan ik echt goed spreken en verstaan. Maar die andere wordt steeds minder. Ja. Welke talen wil je graag leren? Even kijken, want je vroeg over die talen. Het zijn twee talen die ik best wel zou willen leren. Nog steeds Arabisch. En Tigrinya, dat is de taal die ze spreken in Eritrea. Maar ik weet niet of het me gaat lukken, dit leven. Het zijn lastige talen. En ik heb ook niet echt de tijd... Om daar het echt goed op te pakken. Maar ik zou het wel leuk vinden. Misschien moet ik me toch nog eens kwaad maken en een goede poging doen. Ja. Dus dat zijn in ieder geval de twee talen die ik wel zou willen spreken. Ja. Ja. Grappigste blunder die je hebt meegemaakt? De grappigste blunder die ik ooit heb meegemaakt? dat kan ik me echt nog heel goed herinneren. Dat was op een feest en het waren allemaal hele belangrijke mensen. En iemand die ik... kwam een mevrouw, daar stonden wij in de buurt, en die had best wel een beetje een bolle buik. En degene met wie ik was, die begon een praatje met haar en vroeg aan haar, hoe lang duurt het nog? Want hij dacht dat ze zwanger was. Maar die mevrouw die had alleen een bolle buik en was niet zwanger. Nou, daar heb ik echt helemaal in een deuk om gelegen. Ja, dat vond ik echt een fantastische blunder. Ja, klopt. Die zeggen leuk, hè. Ja, dus, het was een beetje pijnlijk natuurlijk voor die mevrouw. Maar, maar het was echt... Ik dacht, wat ongelooflijk. Het was echt een blunder. Ja. 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 Want, want corona, die gooide roet in het eten. Mm-hmm. Hoe ervaarde u met de mondkapjes toen je dat heel veel moest maken van de mondkapjes? Ja, nou, voor ons was natuurlijk corona aan de ene kant heel vervelend. Ja. Maar aan de andere kant zagen wij het ook wel een beetje als kans. Want in de ziekenhuizen waren het tekort aan mondkapjes. Dus we dachten, nou weet je wat, we
Dan gaan we mondkapjes maken. Dan helpen we de zorg. En tegelijkertijd, wat we doen is, die laten we maken door mensen met een vluchtelingenachtergrond. Weet je, mensen die uit Syrië komen, Iran, Irak, Eritrea. Ja. En die kunnen dan wennen aan hoe het is om in een Nederlands bedrijf te werken. En ze hebben meteen een betaalde baan. Dus voor ons was natuurlijk aan de ene kant corona als mens vervelend, maar aan de andere kant bood het ons als bedrijf een kans. En daar hebben wij eigenlijk op ingespeeld. En nu corona weer voorbij is, moeten wij opnieuw gaan kijken van oké, wat gaan we doen en wat gaan we niet doen. Maar we zullen mondkapjes blijven maken. Ja. Gewoon voor wat ik vertelde, zeg maar voor de tandartsen en voor de ziekenhuizen. Voor de fysiotherapeuten, weet ik wat. Ja. 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 Want hoeveel mondkapjes zijn er in totaal gemaakt door jullie? En ook hoeveel aan de ziekenhuizen en zo, wat je opnoemde, zeg maar. Ja, we hebben eigenlijk iets van, ik weet het niet precies, maar ik denk dat we iets van 75 miljoen mondkapjes hebben gemaakt. Daarvan zijn er ongeveer 50 miljoen naar de overheid gegaan. Zeg maar, die heeft er 50 miljoen van ons gekocht. En de rest zijn naar tandartsen en ziekenhuizen en fysiotherapeuten en artsen. En naar de Albert Heijn. Ja. Dat ongeveer. Ja. Ja. Klopt. En hoe worden de mondkapjes gemaakt? Eigenlijk is het zo, zeg maar, een mondkapje bestaat uit drie lagen stof. Die zitten op een rol en die worden over elkaar heen gelegd. En dan, wat er dan moet gebeuren is, zeg maar, dan moeten die... Dan moet er een soort beugeltje in wat op je neus komt te zitten. En dat wordt door een machine ingezet. En je moet twee oorlusjes eraan lassen, eigenlijk. Een soort lassen. En dat gaat eigenlijk volledig automatisch. Het belangrijkste waar je voor moet zorgen is dat de temperatuur altijd goed is in je bedrijf. Dat de luchtvochtigheid altijd goed is. Dat je altijd hetzelfde materiaal hebt. En dat is hoe je ze maakt. En zeg maar, dan maken we er ongeveer op één machine kan je één per seconde ongeveer maken. Dus na een minuut heb je een stapeltje van 60 mondkapjes. Ja. Oh, dat is snel. Gaan er 40 van die doosjes in een grotere doos. En dan kunnen mensen via onze webshop bestellen. Ja. Dus dat. Ja. Ja, en wat zijn de voordelen en de nadelen om een eigen bedrijf te hebben? Het voordeel is dat je gewoon zelf verantwoordelijk bent voor het avontuur. Weet je, dus, dat je echt kijkt van kunnen we het succesvol maken? En kunnen we het leuk maken? Kunnen we het plezierig maken? Zijn mensen echt blij om hier te werken? Dus zeg maar, omdat je zelf ondernemer bent, kan je ook heel veel zelf bepalen. Het nadeel van het zijn van een ondernemer is dat je alle verantwoordelijkheid ook zelf draagt. Dus dat je ook alle zorg mee naar huis neemt. Dat is de keerzijde ervan. Ik moet zeggen, ik vind het heerlijk. Ja. Op die manier. Heel erg bedankt. Dankjewel. Ja, en zou je nog iets aan willen toevoegen over de mondkapjes of wat anders? En aan wie zou je nog een SO willen doen? SO, betekent groetjes. Oké. Ik zou aan alle tandartsen en diëtisten en mensen uit de zorg, mensen die in ziekenhuizen werken, zou ik willen vragen, ga eens naar onze website, kijk eens wat we doen. We zijn echt een heel mooi bedrijf met een hele mooie missie.
En als je wilt weten of onze maskers goed zijn, vraag een proefpakketje aan. Dat kan via de website, dus dat is makkelijk. En dus dat zou ik in ieder geval willen zeggen. En aan wie wil ik de groeten doen? Aan mijn kinderen. Ja. Dus, en jij bedankt voor het interview. Ja, en voor de vragen. Leuk. Ja, dankjewel. Ik vond het ook leuk. Jij ook bedankt. Oké, hartstikke goed. Ja, zeker. Dankjewel. Rest van naar jou. Ja. Ja, zeker.